Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Hoi, van harte welkom. Superleuk dat je kijkt naar Vlogmas dag 15. Dag 15 alweer. Jongens, wat gaat de tijd enorm snel. Een lekker fel strengetje vanmorgen van Winnie. En dat kon ik wel even gebruiken. Ik heb wel wat felheid nodig. Ik heb ook echt even getwijfeld of ik deze vlog wel of niet op ging nemen. Zoals je als je elke dag kijkt weet, heb ik al 2 dagen een ziek meisje thuis gehad. Ze is vandaag ook nog steeds ziek. Ze heeft vannacht enorm lopen hoesten, liggen hoesten. Dus ik ben er echt een aantal keer uit geweest om erin te smeren en slokjes water te geven. En uiteraard werd ik vanmorgen wakker met een knallend hoofd. Volgens mij is het snot overal tegenaan aan drukken. Goed, ik twijfelde dus even of ik hem op ging nemen. Ook ontzettend bedankt allemaal lieve tips gisteren onder de video. Drink dit, doe dat, neem dat in. En ik heb daar zeker wat tips uitgehaald. Het is alleen op het moment zo, als je alle dagen hebt gekeken, mijn man is ook weg van huis. Ik vind het al heel wat dat ik mijn 2 oudsten heb moeten loslaten deze dagen. Dat ze zelf inmiddels van en naar school fietsen. Wat ze overigens zelf super stoer vinden. Aagje is echt gewoon nog niet lekker. Ik heb heel even gisteren geprobeerd om een rondje met haar buiten te lopen. En na een paar stappen kreeg ze echt heel benauwd. En ze moest heel erg huilen en ze wilde niet naar buiten. Dus bedankt voor de tips. En we hebben zeker citroen en gember en honing in huis. En we drinken de heerlijke kersthee uit het pakketje dat ik kreeg van mijn adventswap. Daar genieten we nog harder van deze dagen. Maar nu naar een supermarkt lopen. En sowieso wil ik eigenlijk niet alleen achterlaten. Maar ik moet er echt eventjes niet aan denken. Gelukkig komt mijn man begin van de avond weer thuis. Dus die heb ik wel een lijstje doorgestuurd van boodschapjes die hij eventjes mee moet nemen. En dan kan de zorg ook een beetje uit mijn handen. En hoop ik dat ik zelf een goede nacht heb. En daarom twijfelde ik ook heel even of ik deze video op ging nemen. Want ik merkte dat ik vanmorgen toch wel enigszins me verdrietig voelde. Emoties is ook omdat ik ongesteld ben, mensen, hormonen. Ik zou vanmorgen laatste dansles van dit seizoen of van voor de kerstvakantie hebben. En dan zouden we even gezellig met elkaar een kerstteetje doen en zo. Nou, dat kon natuurlijk niet doorgaan. En nu ik gewoon die knallende hoofdpijn heb en mezelf ook niet zo heel erg lekker voel, begint toch ook de twijfel toe te slaan of de kerstborrel morgen door kan gaan. Ik heb een kerstborrel georganiseerd voor alle leden van de online breicampus. Van de week heb ik dat al online gedaan. En morgen is de offline editie. En dan zouden we met z'n 13e zijn. Er komen wat campusleden, wat samenwerkingspartners. En ik kijk er heel erg naar uit. En toen ik vanmorgen dus zo wakker werd, dacht ik voor het eerst, oh ja, dat zou ik echt heel erg jammer vinden als dat niet door kan gaan. Maar ik weet ook dat als ik een goede nacht slaap, dat het zomaar morgen weer beter kan zijn. Misschien ook als mijn man terug is, dat hij dat dan de zorglast van mij even afvalt. En dat ik dan zelf wat sneller beter kan worden. Anyways, iedereen die komt morgen, die ontvangt in elk geval van mij vanmiddag een mailtje met de mededeling dat ik morgenochtend vroeg laat weten of het door kan gaan of niet. En ik blijf gewoon vertrouwen houden. En toen dacht ik ook, weet je, ik word gewoon echt heel erg blij van het opnemen van deze vlog elke dag. En daar ging het ook om, elke dag even een lichtpuntje naarmate de dagen steeds donkerder worden. En de donkere dagen, dat heeft ook altijd natuurlijk een beetje een andere betekenis. Het is ook het naar binnen keren en daarbinnen de lichtpuntjes vinden. En weet je, toen dacht ik vanmorgen ook van, goh, mensen, op al het leed in deze wereld zou het dan het ergste zijn als ik dus
geen kerstborrel met mijn dansclubje heb en geen kerstborrel morgen kan organiseren, kan ik niet beter gewoon vandaag ook weer kijken wat er wel echt ontzettend fijn is. En ik vind dit fijn om op te nemen en om even stil te staan bij de fijne dingen. Dus toch een vlog. Ik blijf doorgaan. Mocht het echt niet meer gaan, dan doe ik het ook echt niet. Dus ik weet dat er heel veel van jullie heel lief gaan reageren, denk om jezelf. Dat doe ik ook echt wel. En juist omdat ik om mezelf denk, neem ik deze vlog wel op. Ik kon niet me zover krijgen om iets anders aan te trekken dan mijn heerlijke vlies huistrui die ooit bij een pyjama zat. Geen reclame, maar gewoon een lekkere trui. Ik wil niks anders aan dan dit nu, dus dat is wat het is. Ik ga heel even kort in op de lichtpuntjes van vandaag. Ik heb vanmorgen met Aagje samen lekker in bed naar A Christmas Carol gekeken. De nieuwe tekenfilmversie van vorig jaar die op Netflix staat. Echt een hele leuke versie. We hadden hem al een keertje gezien, maar ze wilden hem vanmorgen heel graag kijken. Dus hebben we samen in bed gedaan. En dat was even een heel fijn momentje. En ik heb toen kunnen verder breien aan mijn sok voor Pieter. En ik heb de heel gedaan. En ik ben de laatste tijd was ik een beetje bezig met kijken hoe ik echt en absoluut geen enkel gaatje krijg. Daar zitten in de tutorial voor de online breicampus al wel tips voor in. Maar ik was wat dingen aan het testen die misschien net nog eventjes iets beter werken. Want ik wil die tutorial, die heb ik gemaakt voordat ik mijn Basic Magic Loop breipatroon had uitgeschreven. En in 2024 wil ik de tutorials gaan vernieuwen. Het idee blijft hetzelfde, maar ik wil daar gewoon wat nieuwe tips en tricks in toepassen. En die was ik nu ook nog aan het uitproberen. En inderdaad heb ik aan beide kanten geen enkel gaatje. En wat ook vaak gebeurt, en dat krijg ik ook van veel mensen terug, is dat als je de steken aan de ene kant opneemt, de eerste kant waar je ze opneemt, is het vaak wel netjes. Maar aan de andere kant zie je dan vaak toch wat gaatjes. Dat is aan deze kant. Er zijn ook allerlei trucjes voor. En ik had er al een paar geprobeerd, ook bij de sokken van mijn man. En die vond ik niet zo netjes. Maar nu, hier ben ik echt heel erg tevreden mee. Dus dat ga ik bij de andere sok kijken of dat, de tweede sok, of dat allemaal net zo netjes en gesloten wordt als dit. En dan ga ik die meenemen in de nieuwe tutorial als tips. Dus het breipatroon Basic Magic Loop Socks blijft hetzelfde. Maar in de video's, ja, dat is nou eenmaal zo dat je in een workshop ook kan je gewoon veel meer vertellen dan natuurlijk alleen in het patroon staat. Dus dat kan ik mooi meenemen. En ik word heel erg blij van hoe deze sok opbreidt. Ik zal hem even in beeld houden. En zoals ik gisteren al zei, hij breidt anders op dan het blaadje van Opal. En als het goed is kun je dat goed naast elkaar zien. En dat is dus het van die zelfstrepende wol. Hou dat altijd in de gaten. Dat ook al zie je een plaatje van zo en zo zou die op moeten breien. Het ligt echt aan het aantal steken dat je opzet, aan jouw steekverhouding, hoe het dus uiteindelijk wordt. En natuurlijk kun je de steekverhouding van wat ze aanraden op het garen aanhouden. Maar ja, dan zou ik voor Pieter nu een veel te grote sok krijgen. Dat wil ik ook niet. Dus ja, zo breidt hij op. En ik moet eigenlijk heel eerlijk zeggen dat ik het misschien zo nog wel leuker vind. Ik zag daar ook een vraag over onder de video van gisteren. Iemand die zei, ik heb zo'n bol sokken garen thuis liggen. Kan ik van één bol een paar sokken maken? Nou, de gemiddelde bol sokkenbol heeft 100 gram. En heeft tussen de 400 en 425 meter. En daarvan kun je één paar sokken maken tot en met ongeveer maat 44. Je hebt kunnen zien gisteren in de video hoeveel ik bij maat 44 over had. Dat was niet veel meer. Dus dat kan je van één bol in principe breien. Maar er bestaan ook 50 grams bollen sokkenwol. Dus je moet even zelf kijken hoeveel je hebt. Maar 100 gram 400 tot 425 meter is genoeg voor een paar sokken. En diegene vroeg ook, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik dan twee dezelfde sokken krijg? Nou, als je zo'n fabrieksgaren als een Regia gebruikt of een Opal. Ik heb daar ook een tutorial van in de online breikampus zitten. Waarin ik je laat zien van hoe kan je nou van zo'n bol, hoe kan je die zodanig splitsen dat je twee identieke sokken kan breien.
Want ik raad altijd aan als je twee sokken tegelijk wil breien, om die op twee aparte naalden gelijktijdig te breien. En dan laat ik dus ook zien. Maar het idee is dus eigenlijk dat stel nou dat ik straks deze af heb, dat ik vervolgens deze draad die aan die bol nog zit verder ga trekken. Zodat ik weer bij, nou ja, ik ben hier met donkergroen, lichtgrijs, rood begonnen. En dan als het lukt in zo'n bol, dan ga ik kijken of ik tot hetzelfde punt kan komen. Ik moet zeggen dat ik het bij dit soort sokken nooit zo heel erg belangrijk vind dat ze echt exact hetzelfde zijn. De sokken die ik gisteren liet zien, die ik voor mijn man heb gebruikt, die zijn van Regia Perfect. En die gaan dus met een geel draadje. Dus die, als die af zijn, dan hij begint met een geel draadje. Dat moet je afknippen, ga je steken opzetten. En als sok 1 af is, dan trek je verder totdat dat gele draadje weer helemaal op is. En dan start weer sok 2. Dus dan heb je ze echt exact hetzelfde. Nou, op Regia Perfect zit een wolband. Daar zit dat allemaal helemaal uitgelegd. En er was nog iemand die vroeg, is dat nou moeilijk, sokken breien? Zoals met alles, als je veel oefent, is het in het begin moeilijk, maar uiteindelijk niet meer. Ik vond mijn eerste sok heel moeilijk. Die heb ik 27 keer opnieuw uitgehaald en elke keer ging het mis bij die hiel. En toen leerde ik mijn man net kennen en die zei, goh, moet jij niet eens even een workshop gaan volgen? Dat heb ik toen gedaan. En ik heb dit verhaal wel vaker verteld, maar juist bij dat hielstukje werd het toen een beetje uit mijn handen gehaald. En ja, dat doe je dan zo en teruggegeven. En dat was eigenlijk het punt waarop ik besloot, een aantal jaar later besloot, dat dat een van mijn eerste tutorials zou worden voor in de campus. Voor wat uiteindelijk de campus is geworden, sokken leren breien. Zodat je ook echt die hiel niet één keer tijdens een workshop gezien hebt en dan thuis zit en dan denkt, hoe ging het nou? Maar gewoon mijn video heel vaak af kan spelen en dan weet je het. Dus nee, het is niet moeilijk als je genoeg oefent. Word je lid van de online breicampus, dan heb je al die tutorials, dan kun je ze stap voor stap doorlopen. Dan kan het gewoon niet misgaan. Er is nog nooit iemand bij wie het dan echt absoluut niet gelukt is. Of iemand moet besloten hebben van nou, die dunne naaltjes en dat hele sokkenbreien vind ik gewoon niet leuk. Dat kan. Maar zonder, als je die tutorial stap voor stap volgt, dan kan het sowieso niet misgaan. En anders is het gewoon heel veel oefenen. Ik ga nog heel even kort vertellen wat ik in maart aan het breien was. Want anders ga ik daarmee wel heel erg achterlopen. En maart lag het sowieso een beetje stil. Want ik was toen het traject aan het volgen waar ik al vaker over heb verteld. En als je dat alle details daarover wil weten, kun je mijn video's van februari maart terugkijken. Maar toen had ik kleurenanalyses en pasvormanalyses gedaan. En eigenlijk alles wat op dat moment dus op mijn pennen stond, daar heb ik even on hold gezet. Omdat ik wist van, ik ga allemaal nieuwe kleding aanschaffen. Ik ga echt een garderobe samenstellen. Waarbij alles wat ik eruit pak gewoon lekker bij elkaar past. Dat ik nooit meer na hoef te denken, kan dit bij dat? Passende kleuren, passende pasvormen. Dus eigenlijk heb ik toen in maart heel veel van mijn breiprojecten stilgelegd. Ik was toen nog aan het breien voor de Muscle Bro Head voor Pieter in de groene versie. Nou, die heb ik al laten zien met de februari editie en ook verteld inmiddels dat die niet meegaat naar het nieuwe jaar. Ik had sokken voor mijn man af op 31 maart. Dus ik ben toen sokken gaan breien omdat hij toen zei, goh, als je dan toch niks te breien hebt, dan kan ik nog wel een paar sokken gebruiken. Ik kon ze niet vinden. Ik vermoed dat hij ze meegenomen heeft. Omdat hij natuurlijk niet wist dat hij als cadeautje ook sokken meekreeg in zijn koffer. Dus ik voeg hier even een plaatje toe. En ik ben toen wel begonnen met uitwerken van, ik was dus begonnen al met swatchen. Maar met de DK Eco Baby Soft. Echt een heerlijk garen. Dit kan ik nu hebben. Als ik dus ongesteld ben, dan kan ik wol eigenlijk niet zo hebben. Dat zijn echt 2 dagen in de maand dat ik dat echt even niet kan handelen. Maar dit kan ik hebben. Dit is een baby alpaca met katoen. Dus dat is echt super zacht. En die komt van Rebel With A Twist. DK Eco Baby van Isager. Ja.
Ik ben toen dus begonnen met het uitwerken van wat uiteindelijk het breipatroon van de Anker sjaal is geworden. Dus daar was ik toen lekker aan begonnen. Ik zie dat ik ook minis heb besteld om verder te gaan met het krennistrijp deken dat je voorbij hebt zien komen ook. En ik was memory blanket vierkantjes aan het maken omdat ik daar de tutorial mee ging maken. Dus dat was eigenlijk wat ik in maart aan het breien was. En dan kan ik mooi in de volgende vlog weer verder met april. Ik hoop dat ondanks mijn misschien wat warrige geklets en sowieso is het wat meer een kletsvlog geworden. De eerste dagen heb ik jullie vooral veel mee op pad genomen. Nou, dat is deze dagen gewoon niet zo. Ik hoop heel erg dat ik morgen een kerstborrel heb waar ik wat leuke beelden van kan gaan filmen. Ik weet dan niet of ik daarna nog, gezien mijn energie nu, ik weet niet of ik daarna nog de energie heb om de zaterdagvlog dan ook te uploaden. De borrel duurt tot 4 uur en als het lekker weer is, dan kunnen we ook nog even een wandelingetje maken tot 5. En wij hebben morgenavond met het gezin filmavond. En zeker gezien mijn man ook een paar dagen weg is geweest, weet ik dat de kinderen dat ook, en ik zelf trouwens ook, heel erg op prijs stellen. Als we dan echt even gezellig met elkaar zijn, zonder dat er nog schermen aangaan, online gebeuren. Dus ik denk niet dat ik morgenavond dan de vlog nog kan bewerken. Dus sowieso als alles morgen doorgaat, alles gaat morgen door, dan ga ik kijken of ik de vlog zondagochtend na mijn ochtendwandeling kan uploaden. Ik denk dat ik het gewoon die ruimte even aan mezelf geef. Heel veel dank weer voor het kijken. Pas goed op jezelf. Neem lekker veel breitijd en kopjes thee tussendoor. En tot overmorgen. Dus er komt wel een dag. Ja, dan krijg je zondag waarschijnlijk twee vlogs. Dus dan krijg je zondagochtend de vlog van zaterdag en dan zondagavond die van zondag. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende. Doei!